nu doen dat dat toereikend is, want je weet wat er allemaal kan. Er zijn superveel ontwikkelingen en tegelijkertijd kan ik ze nog niet helemaal integreren in mijn leven. Hier, dit boekje, Kleine Ecohuizen. Hoe te gek als je ook in zo'n huis kan wonen. Want ik bedoel, aan de ene kant moet de overheid van alles doen en aan de andere kant heb je zelf ook gewoon een enorme verantwoordelijkheid. Ik vind het interessant, zeg maar, op welk punt dat samen kan komen en hoe dat gebeurt en op welke manier je dat regelt. Ja, we gebruiken de wereld, maar dat hoeft niet op deze manier, denk ik. Dat kan beter. Als je dat bewust worden nu inzet, dan is het bij de volgende generaties normaal. En als je dan in een groep woont waar je altijd op elkaar kan steunen, en dan bedoel ik het niet heel zwaarmoedig, maar al is het maar om de was samen te delen, of de kinderoppas samen te delen, of samen met z'n vijven een elektrische auto te hebben, dan wordt je ecologische voetstap een stuk minder. En ja, als je dat in het proces van bewustwording kan doen, dan zie je ook dat je het allemaal helemaal niet zo nodig hebt. Je kan veel een beetje bescheidener leven. Ik denk dat we allemaal toch wel iets unieks in Amsterdam neer kunnen gaan zetten met elkaar. Een oom van ons die heeft een poot in Antwerpen. En die is ook een soort van uitvinder. Dus die heeft nu weer bedacht dat hij op frituurvet wel een heel jaar zijn boot kan verwarmen, bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Daar ook een beetje over na te denken. Het wordt gewoon een nieuwe standaard. Dat zie ik heel erg voor me. Ik vind ook niet dat het bijzonder moet zijn om zo te leven. Hoe ik het voor me zie, is een groep mensen, van gezinnen tot alleenstaanden, van creatievelingen tot aan mensen die bij een bank werken. Het maakt mij allemaal niet zoveel uit. Maar die het onderwerp duurzaamheid op de kaart willen zetten door te laten zien dat het in een kleinschalig verband realiseerbaar is. De dingen die je in je eentje kunt doen, die zijn hartstikke goed. Maar als je met een groep bent, dan kan je veel slagvaardiger te werk gaan. Dan kun je veel meer verschil maken. Dit is een vorm van vrijheid. En heb je ook nog wat aan elkaar? Kun je elkaar inspireren? Kun je elkaar helpen? Dit is voor mij een heel mooi project om een hand en voeten te geven. Wie wil er op een woonboot wonen? Ik ook. Waarom dan? Omdat je dan lekker kan kanouwen. En je kan misschien zwemmen. Het lijkt me fantastisch om een soort van buitengevoel te hebben. Maar ik heb daarbij, het lijkt me ook fantastisch om initiatief te tonen om bijvoorbeeld voorbeeldfuncties te zijn. Is niet alleen dat er een groepje is van 10 à 20 mensen die gaan samenwonen, maar dat je met elkaar iets uitdraagt. En dat je niet alleen in Amsterdam een uitstraling hebt, maar ook in heel Nederland en zelfs misschien wel internationaal als project. Ja, en dat toeristen of bijvoorbeeld jongeren van scholen langs kunnen komen om te kijken hoe wij daar met elkaar wonen en wat we daaraan kunnen doen om zo klimaatneutraal met elkaar te leven. En dat het veel socialer in die zin is dat je veel meer contact hebt met elkaar. En wij kennen elkaar dan wel, maar ik kan me ook voorstellen dat als je die insteek eenmaal hebt, dat je dan een hele buurt dat gevoel een beetje wat meer geeft. Volgens mij kan dat ook gewoon. En is het eigenlijk heel normaal. Dat vind ik ook zo belangrijk. Het is niet zo dat het een heel gek plan is. Het is eigenlijk een heel normaal plan. Volgens mij heeft dit wel toekomst. Denk ik echt.